Een tent blijft alleen overeind omdat er een geraamte van buizen in zit. Hoe groter de tent, hoe steviger de buizen moeten zijn. Door deze buizen kan de tent de mensen tegen weer en wind beschermen. De bezoekers kunnen ongestoord van de voorstelling genieten. Ook een mens heeft een geraamte. Dit geraamte, ook wel skelet genoemd, bestaat uit 210 verschillende botten. Er zijn ongeveer 220 plaatsen waar die botten ten opzichte van elkaar kunnen bewegen. Het geraamte heeft verschillende functies. Het geeft bijvoorbeeld stevigheid aan je lichaam. De schedel beschermt je hersenen. De borstkas beschermt het hart en de longen. Delen van het geraamte kunnen soms onderling bewegen door gewrichten. Tussen de wervels zitten veerkrachtige schijven. In de schedel zijn de botten daarentegen stevig vergroeid. Een bot, zoals zo'n wervel, is stevig gebouwd. Bot bestaat uit beenweefsel. Dat is samengesteld uit kalk en lijmstof. Kalk zorgt voor de stevigheid en lijmstof voor de buigzaamheid. Als je een bot enkele uren in een bak met zoutzuur legt, zie je belletjes opstijgen. Dat betekent dat de kalk uit het bot bezig is op te lossen in het zoutzuur. De lijmstof blijft over. Na een tijdje is het bot zacht en gemakkelijk te buigen. Het bot is nu zo zacht dat je het door kunt snijden. Als je een bot een tijdje in een hete vlam houdt, wordt het bros. De lijmstof verbrandt tot zwarte kool. De kalk verandert niet. Het bot is nu gemakkelijk fijn te wrijven. Sommige botten, zoals dit dijbeen, zijn van binnen hol. De uiteinden zijn niet hol, maar bevatten een groot aantal dunne plaatjes die beenbalkjes heten. De beenbalkjes maken het bot extra sterk. De buizen van een fiets zijn ook hol. Als de buizen massief zouden zijn, wordt de fiets te zwaar om gemakkelijk vooruit te kunnen komen. Door buizen te gebruiken krijg je een sterke, lichte fiets. Veel beenderen zijn dan ook niet voor niets hol. Dankzij de holle beenderen is je geraamte sterk en licht. Het maakt niet meer dan 18% van je lichaamsgewicht uit. Zo'n holbot is keihard. De machine drukt er niet zomaar een deuk in. Als je er heel hard aan trekt, blijft het heel. Het valt zelfs niet mee het been te breken. Toch kan je skelet niet overal tegen. Je kunt raar vallen en dan een been breken. In dat geval moet het been in het gips. Goed, nou, leg hem maar neer. Dan wachten we nog even totdat het hard wordt. Bedankt. Graag gedaan. De holte in een dijbeen is gevuld met geel beenmerg. Tussen de beenbalkjes aan de uiteinden zit rood beenmerg. Die rode kleur komt omdat daar bloed in zit. Botten veranderen voortdurend. Sport bijvoorbeeld heeft daar invloed op. Veel gebruikte botten worden zwaarder en sterker. Een zwaar belast bot wordt dikker. De pijltjes geven aan dat er beenmateriaal wordt gevormd. Als een bot niet wordt belast, verzwakt het. Bij ruimtevaarders verdwijnt beenmateriaal. Ook bij sommige ziekten verzwakt het bot en breekt dan gemakkelijk. Sport is goed voor de botten. Maar gezonde botten kunnen natuurlijk wel breken als de klap maar hard genoeg is. Daarom dragen zij handschoenen om de klap te verzachten.
Maar een botbreuk blijft altijd mogelijk. Een val kan op de vreemdste plaatsen breuken opleveren. Armen en benen blijven soms heel. Ook al vangen die de klap op. Maar hier breekt het sleutelbeen. Een fiets heeft een stevig frame nodig. Als er iets breekt of verbogen is, moet je naar de fietsenmaker. Die vervangt het kapotte onderdeel, zoals hier de voervork. Als je een been breekt, moet het in het gips en wordt het vanzelf weer heel. Je moet alleen wat geduld hebben. Het herstelproces kost tijd. Een levend bot repareert zichzelf. Daarbij is het beenvlies op het bot erg belangrijk. Daar liggen bloedvaatjes in die bouwmateriaal aanvoeren. Gespecialiseerde cellen halen bouwmateriaal uit het bloed en repareren hiermee het bot. Zo wordt de breuk voorlopig hersteld, al ziet de reparatie er eerst slordig uit. Het nieuwe beenmateriaal wordt harder. Daarna moet de breukplaats worden afgewerkt en het overtollige materiaal worden verwijderd. Dat weghalen gebeurt door andere cellen. Die zorgen ervoor dat alleen een geringe verdikking overblijft. Botten moeten soms onderling bewegen. Daarvoor dienen gewrichten, zoals in de knie. Dit is een röntgenfoto. En dit is een model van een kniegewricht. De twee staven zijn door een scharnier verbonden. Daardoor kunnen ze alleen heen en weer bewegen en niet naar opzij. In het kniemodel zijn botten van het been door een zogenaamd gewrichtskapsel omgeven. Samen met enkele sterke, soepele banden houdt dit kapsel de botten bijeen. Aan de voorkant zit de knieschijf. Opzij zitten sterke, soepele banden die stevig met de botten zijn vergroeid. Binnenin lopen de kruisbanden, die ook een grote rol spelen bij het bijeenhouden van de botten van het kniegewricht. Dankzij de banden kunnen de twee delen van het kniegewricht niet zijwaarts uit elkaar schuiven. De blauw aangegeven kruisbanden helpen het gewricht intact te houden. Een ongeluk zit evenwel in een klein hoekje. Hoe vaak hoor je niet van voetballers en andere sporters die problemen hebben met gescheurde kniebanden? Dit elleboggewricht werkt net als het kniegewricht. Beide heten scharniergewrichten. Een bewegend model laat zien hoe een scharniergewricht werkt. Het polsgewricht is veel vrijer in zijn bewegingen. Nog vrijer is het gewricht tussen de arm en de schouder. Het kan haast alle kanten op worden bewogen. Dankzij de bouw van het skelet en de bewegelijkheid van de gewrichten kun je allerlei sporten beoefenen.